Dit is Kijk Hilversum van vrijdag 13 april. De lente is begonnen en veel Hilversummers gaan er weer op uit. Niet alleen omdat het museumweekend is, maar ook omdat ze beide een nieuwe expositie hebben. Maar voordat een expositie tot stand komt, moeten er eerst vele voorbereidingen plaatsvinden. Afgelopen week heeft Museum Hilversum een complete metamorfose ondergaan. Alles staat in het teken van It's Art in the Game, een tentoonstelling rondom game art. Maar waarom game art? De game-industrie bestaat inmiddels meer dan 50 jaar en vormt steeds meer een inspiratie voor kunstenaars. Het publiek kan genieten van videogames, diverse schetsen en documentaires. Op verrassende wijze wordt via games een kijkje genomen in de wereld van Escher. Ook worden enkele Dudok-mobilia getoond, zoals de trouwzetel, de tekentafel en de burgemeesterzetel. Wat dat met game art te maken heeft, kunt u zelf komen bekijken of ondergaan, want het is ook een doe-tentoonstelling. Omdat het museumweekend is, is de entree dit weekend gratis. De tentoonstelling loopt tot 1 juli. Met gevaar voor eigen leven heeft de burgemeester het speeltuinseizoen aan de Erfgooienstraat geopend. De speeltuin, die al 67 jaar aan de rand van de hei gevestigd is, wordt elk jaar opgeknapt en perfect onderhouden door een grote groep vrijwilligers. Met de kabelbaan, glijbaan, zandbak, schommels en ga zo maar door, kunnen de kinderen in een veilige omgeving naar hartelust spelen. Voor de moeders en vaders is het een prettige plek om op hun kroost te passen, want op het terras dat uitkijkt op de speeltuin kan er voor weinig geld een kop koffie met een lekkernij genuttigd worden. De speeltuin is geopend van zondag tot en met vrijdag, van 2:30 tot 5:00 en er is altijd toezicht aanwezig. Nu maar hopen dat het een prachtige zomer wordt. Deze kunstenaars zijn druk bezig om de laatste hand te leggen aan een nieuwe expositie die te zien zal zijn in het GSA op de Lange Straat. Het thema Water maakt het verschil staat daarin centraal. Gastcurator Jeannette Worm heeft de leden van het GSA uitgenodigd om hiermee aan het werk te gaan. De resultaten van de diverse kunstwerken zijn nu voor publiek tentoongesteld. Zaterdag 14 april worden de deuren van de expositie bij het GSA geopend. De entree is gratis en de expositie is te zien tot 12 mei. De School van Dudok is een architectuur-educatieproject waarbij we kinderen die op scholen zitten, ontworpen door Dudok, kennis willen laten maken met hun eigen school, met de oeuvre van de architect en met wat hij voor Hilversum gedaan heeft. Daarbij gaan ze beginnen met een rondleiding in het raadhuis, waarbij ze echt de hoogtepunten van zijn werk voorbij zien komen. Hij had eigenlijk hier bedacht een muur, en dat kan je ook zien, aan het patroon. Dan krijgen ze lessen in een leskoffer met kijkopdrachten, gaan ze hun eigen school door. Vervolgens gaan ze bij elkaar op excursie, dus doen nu 3 scholen mee. De Bavinkschool, de Minkelerschool en de Nassauschool. Dus vergelijken, verschillen zoeken, overeenkomsten vinden. Dan komt er een architect in de klas waar ze allerlei vragen aan kunnen stellen. En die ze voorbereidt op het bouwen van een eigen maquette. Een school in de stijl van Dudok en die wordt dan gemaakt in de klas. De kinderen leren zo op spelende wijs de typische kenmerken van Dudok te herkennen. Zoals de torens, horizontale lijnvoering en de strakke vormgeving. Dat is niet gedaan.
En dat is de aula. En dit is de toren. En dan is dit het speeldak. Ja. En dat is het speeldak. Ja. Daar worden de beste uitgekozen en die komen in een tentoonstelling in het museum, in Museum Hilversum. En dit zijn de gekozen maquettes. En zeg nou zelf, dat had toch zomaar van Dudo kunnen zijn? En als beloning kregen de deelnemers een heuse oorkom. De oplossing van de RTI straatcrypto van vorige week is ingeslagen als een bom. De zoekvraag was de aard van onweer. De oplossing heeft RTI Hilversum dinsdag 10 april bekendgemaakt en luidde Inslag. Waar ligt dit straatje precies? Inslag is een zijstraatje van de Lange Straat nabij het Gooilandplein. Als onderdeel van het bouwplan Veerstraat Lange Straat uit 2003 zijn de straten Schietspoel, Schering en Inslag door de gemeenteraad vastgesteld. Schering en Inslag zijn verbindingswegen van de Lange Straat naar de Groest. Aan de Inslag zijn echter geen huisnummers, alleen garageboxen. Na het gereed komen van het bouwplan is ervoor gekozen het steegje af te sluiten met een zwart hek. Er hangt ook geen straatnaambord dat de naam Inslag draagt. Voor zover bekend is de officiële naamgeving nooit ingetrokken. Toegegeven, het is de moeilijkste straatcrypto tot nu toe. Maar maak je geen zorgen, dit wordt geen Schering en Inslag. Dit is Diego. Diego is een kruising tussen een herder en een bouvier. Diego is 2 jaar en is een echte werkhond en staat open voor alles. Hij houdt daarom ook erg van lange wandelingen. Vanwege zijn omvang en nog jonge leeftijd kan hij af en toe wat lomp uit de hoek komen. Als je een lieve en sportieve hond zoekt, is Diego een goede keuze. Retourner en Amérique du Sud. Et Camille, tu vas l'amener? Je pensais que tu t'en allais. Laisse-moi. Je vais retourner la page maintenant. I really think you're the most attractive girl I've met. What people do in private is best left there. I neither condone nor condemn. Deze week in theater. Die halfmaan is die dagse sky. Wat vergeet de boom in die zwarte lucht drijft. Maar vannacht voel ik die thank you.
Fun en duizenden sportievelingen zich opmaken voor de Spieren voor Spieren City Run, zijn wij van RTI natuurlijk ook heel druk bezig om dit grootse festijn voor u in beeld te brengen. Op 22 april vanaf 8 uur 's avonds. Met een impressie van de 3, 5 en 10 kilometer en een uitgebreide impressie van de dag zelf. Mijn naam is Jolie Richardson. En mijn naam is Frank Aalten. En wij zullen de avond voor u aan elkaar praten. Stem dus 22 april na Studio Sport af op RTI Hilversum. Ik wil hem eigenlijk ook nog even lopen een stukje. Ja, ga ik ook mee? Ja, ik ga mee. Op zondag 22 april staat Hilversum weer in het teken van de Spieren voor Spieren City Run. Om dit landelijke evenement mogelijk te maken, zijn er veel vrijwilligers nodig. Ben jij iemand die de handen uit de mouwen wil steken? Dan kun je misschien helpen met het opbouwen van het parcours, het verkeersvrij houden van de wegen of je nuttig maken bij de informatiebalie. Alle hulp is welkom. Meld je dus snel aan op spierenvoorspierencityrun.nl en klik op vrijwilligers. Doen hoor! Baby,